Ik wil nu de heer Korthoeven uitnodigen van de PVV. Lieve mensen, het is een eer om hier voor u te staan. Het was vorige week ook een eer om voor u te mogen spreken in het huis achter ons. Het was een eer om op die dag te mogen uitweiden over uw geschiedenis. Het was een eer om deze vlag, de morgenster, op mijn revers te dragen namens u in het plenaire debat in de Tweede Kamer. Het was een eer, het was een gevoel van trots, maar er was ook een gevoel van schaamte toen ik daar stond. Wetende van uw geschiedenis, niet alleen van die 50 jaar van onderdrukking, maar vooral van de toezeggingen door de Nederlandse regering hierachter aan uw ouders en grootouders en aan u zijn gedaan. Toezeggingen die zo hard waren dat er zelfs koninklijke besluiten bij gemoeid waren. En ik wil, veel is al gezegd, ik ga dat niet allemaal herhalen, maar ik wil u dit voorhouden. Dit is gezegd aan de overkant. In naam der koningin, de gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, in overweging genomen de hebbende, dat de Nieuw-Guinea-raad overeenkomstig het in artikel 111 van de bewindregeling Nieuw-Guinea gegeven recht tot het indienen van voorstellen, tot het vaststellen van ordonnanties, een voorstel heeft gedaan tot vaststelling van een ordonnantie betreffende een landsvlag van Nederlands Nieuw-Guinea, heeft de raad van diensthoofden gehoord en over eenstemming met de Nieuw-Guinea-raad vastgesteld onderstaande ordonnantie. En nou komt ie. De landsvlag van Nederlands Nieuw-Guinea is een rechthoek bestaande uit verticale rode baan aan de zijde van de vlaggenstok en 7 horizontale blauwe banen gescheiden door 6 witte banen. In het midden van de rode baan bevindt zich een witte 5-puntige ster, waarvan 1 punt verticaal omhoog wijst. Ik laat de rest van dit document voor wat het is. Het ging mij erom om u te tonen dat er documenten zijn. Dat het niet alleen maar vage toezeggingen waren, maar keiharde toezeggingen voor de onafhankelijkheid van dit volk. De Nederlandse regeringen van die tijd hebben uw volk in de steek gelaten en ook het volk van de Molukkers. En dat treft mij met schaamte als parlementslid hier in dit land. We kunnen dat misschien niet helemaal mee goedmaken, maar we moeten er wel een zekere ereschuld aan ontlenen. En ik heb vorige week in dit parlementsgebouw daarom ook opgeroepen aan de minister van Buitenlandse Zaken om die ereschuld te erkennen en daarna te handelen. Wat houdt dat dan concreet in? Door de voorgaande sprekers is er al een beetje naar gerefereerd. Implementatie van die autonomiewet. Maar ook het vrijlaten van de gevangenen. De minister van Buitenlandse Zaken moet de Indonesische regering oproepen al die arrestanten vrij te laten. Er moet ook een beschermingsmechanisme komen voor de Papua's. Want zolang er geen pers en geen mensenrechtenorganisaties toegang krijgen tot Papua, kan in het duister alles gebeuren. We hebben vorige week gezien waar dat toe kan leiden. Vorige maand gezien waar dat toe kan leiden. En we hebben vandaag ook weer gehoord van doden op Papua. Er moet dus een beschermingsmechanisme komen. De minister van Buitenlandse Zaken vond het zwaar geformuleerd van mij. Beschermingsmechanisme, dat kan van alles met zich meebrengen. En ik heb hem om die motie aangenomen te krijgen de vrijheid gegeven daar zijn eigen discretie te handelen. Dat zou dus kunnen zijn dat het een zwakte, implementatie uitkomt. Dat moeten we niet accepteren. Dat moet u niet accepteren en dat moeten wij niet accepteren. Ik zal er voor u, namens u hoop ik, op aandringen bij de minister om daar ook waar mogelijk de zwaarste ingrediënten aan toe te voegen. Internationale druk, VN, Mensenrechtenraad, maar ook economische betrekkingen. Ook waar Harry van Bommel op doelde, de kaderovereenkomst met Indonesië. U weet, wij waren daar tegen als PVV, want wij vinden dat de Europese Unie niet buitenlandse politiek moet bedrijven. Maar ik heb gezegd in dit huis aan de overkant dat als er dan een kaderovereenkomst komt, dat er die mensenrechtenclausule moet worden geïmplementeerd. En dat op het moment dat de Papua-rechten worden geschonden en de rechten van de Molukkers,
dat dit huis hierachter in oproer moet komen en moet zeggen, roep die kaderovereenkomst in, schort de zaken op waar Indonesië een voordeel van heeft, totdat de rechten van de Papua's en de Molukkers, totdat deze mensen hun rechten hebben herwonnen. Daar kunt u ons aan houden, daar kunt u mij aan houden, maar ook de collega's in het huis, want die motie is kamerbreed aangenomen, die motie van vorige week. Ten slotte kan ik u zeggen dat op de muur van mijn werkkamer die vlag hangt. Ik wens u Gods zegen en tot ziens. Meneer Kortover, voordat u weggaat. Ik wil u ook namens alle Papua's die hier aanwezig zijn, maar ook namens alle Papua's in West-Papua, willen wij u ook bedanken voor uw tijd dat u vandaag hier met ons de dag wilt herdenken. Ik wil u dit meegeven. Wij gaan door met de campagne, met actie voeren. We gaan het land in om te vertellen wat er in Papua gebeurt. En we zijn erg blij dat u namens uw partij ook voor onze rechten opkomt hier in Nederland. En door parlementariërs zoals u, de heer Van der Staaij, Voor de Wind en de heer Van Bommel, zijn wij geen vergeten volk in Nederland. En wij hopen, u heeft al een vlag, heb ik begrepen, maar dit kunt u misschien geven aan een andere parlementariër die ook zich hard wil maken voor de Papua's. Dank u wel. Ik zal deze vlag geven aan mijn fractievoorzitter Geert Wilders. Ja.